Hi en welkom bij de What Moves You Challenge dag 4. You've made it so far. De upper body strength. En dat zegt het eigenlijk al een klein beetje. Meer power in dat bovenlijf. Dus we gaan langzaam aan. Afrollen naar beneden. Je kin naar je borst. En dan hang je heel even uit. Een beetje buiging in je knie is heel goed. Het gewicht naar je voet. Niet alleen naar de voorzijde, maar ook naar de binnen- en de buitenzijde. Naar je heel. Ontspannen in je armen. Laat je hoofd lekker hangen. Adem je een keer rustig maar diep in door je neus. En uitademend vouw iets meer naar je benen toe. Laat nog een beetje meer los. Inademend lift een klein beetje. Altijd een klein beetje meer ruimte zoeken als je inademt. En uitademend ontspan, verzacht. Laat nog een beetje meer los. Laatste keer. Adem rustig maar diep in. Met die zucht laten we even alles los. Wat je niet kunt of wil gebruiken in die practice. En dan kijk je langzaam iets op. Plaats je handen een beetje meer voor je. En loop je voeten een stukje naar achter. En eindig even in een downward facing dog. En dan hou je je voeten heupbreed als dat beter voelt of past in die downward dog. Of je stapt je grote tenen iets meer naar elkaar. Lift iets in je hielen, buig iets in je benen. Dan is er minder gewicht in je schouders en in je polsen. Laat je hoofd weer lekker hangen. Voel heel even na hoe je staat. Wieg een beetje heen en weer. Of lift heel even een klein beetje meer in die hielen. Buig iets in je benen, buig iets in je armen. Kijk iets onder je oksel door naar links of rechts. En dan ben je ongemerkt in die down dog al best hard aan het werken. Naar die armen, naar die schouders. Naar de achterzijde van je benen, naar je koor, naar je rug. En langzaam breng je dan de beweging in het midden tot stilstand. En dan stap je je voeten naar achter en kom je naar een hoge plank. En in die hoge plank zijn je schouders in lijn met je polsen of er een klein beetje voorbij. Je grond naar de toppen van je vingers. Dus kijk of je die vingers een beetje wit kunt laten worden in de mat. Stuur je kruin een beetje naar voren. En je neus wijst naar beneden. Dus laat je hoofd niet hangen en kijk zeker niet naar je tenen. Heb je last van je rug, dan gaan je heupen iets hoger. En dan voel heel even na. En dit voelt misschien al best wel zwaar. Dus core actief, rustig in en langzaam uitademend. Beetje heen en weer wiegend. En maak je mat je beste vriend. Dus kijk naar je mat, smile naar je mat. Maak je benen actief, duw je hielen naar de achterzijde van de mat. En dan nemen we heel even een klein moment van rust door je knieën rustig te laten landen. En dan loop je je handen één pas naar achter en dan kom je naar all fours. Blijven je tenen actief in de mat, hielen omhoog, schouders blijven weg bij je oor. Gaan we liften met die knieën, maar je gebruikt je core. Dus inademen, duw je handen iets in de mat, lift je knieën een klein stukje. En uitademen, laat langzaam landen. Inademen, lift, knieën een klein stukje. Core actief. Lift vanuit je core je knieën. En uitademend laat weer rustig terug landen. Inademend lift. En uitademend laat weer landen. Laatste keer en dan houden we die lift heel even vast. Neuswijs naar beneden. Kruin stuur je naar voren. Ellebogen van het slot. Grond naar je handen. Maar hang niet in je polsen. Hang niet in je schouders. Hou je schouders weg bij je oren. Nog heel even. Tenen in de mat. Hielen wijzen omhoog. Nog 4, bijna, nog 3, heel even, nog 2, laatste stukje en die laatste. Knieën rustig in de mat, schenen wrijven even in de mat, schud je linker en je rechterhand heel even los. Even ontspanning naar die schouders, even ontspanning naar je arm. Gaan we weer terug naar die hoge plank. Dus stap je voeten, langzaam één voor één naar achter. Denk maar aan die schouders, in lijn met je pols of er een beetje voorbij. Duw je hielen weer naar achter, core super actief. Dalende lijn naar die hielen toe. Dus niet als een banaan naar de mat, met spanning laag in die rug. Lift die heupen iets op. Blijf zacht in die schouders. Schouders weg bij je oren. En dan gaan we naar een tap met je rechterhand naar je linkerschouder. Tip aan, land rechts. Tip links, land links. Dip rechts. Linkerhand rechter schouder. Rechterhand linker schouder. Linkerhand rechter schouder. Rechterhand linker schouder. Linkerhand rechter schouder. Rechterhand linker schouder. Blijf goed je handen terugzetten in de mat. En wieg het gewicht misschien een klein beetje heen en weer. Duw je hielen nog steeds naar de achterzijde van de mat. Denk aan die rug.
Als het minder goed voelt, heupen iets hoger. Blijf langzaam doortappen. Nog 4. Laat je hoofd niet hangen. Nog 3. En een langzamer tempo mag altijd als het beter voelt. En de laatste. Ik was echt niet vergeten te tellen. Laat je knieën weer rustig terug landen. Schenen wreef even de mat. Moment naar achter richting wat ze noemen een child's pose. Zit botjes richting je hielen. Laat je hoofd lekker hangen. Hoeft je hoofd echt niet te landen in de mat. Je kunt het laten zweven tussen je bovenarmen. Je kunt ook iets hoger met je heupen bij je hielen vandaan blijven. Kantel terug in het bekken. Dus geen holle rug. Liever een iets bollere rug dan nog. En vanuit daar rol je langzaam omhoog. Met die ronde rug. Handen loop je weer meer terug onder je schouders. En dan gaan we weer terug naar die hoge plank. Stuur je hielen weer naar achter. Hou je core goed actief. Hou je ellebogen van het slot. Grond naar de toppen van je vingers. Gaat je rechterknie zweven boven de mat. Naar beneden, lift hem op. Linkerknie naar beneden, lift hem op. Rechterknie naar beneden, lift hem op. Linkerknie naar beneden, lift hem op. Rol over je tenen als die ruimte er is voor je voet. En langzaam breng je die knieën om de beurt, zwevend net iets boven de mat. Schenen wreef net iets boven de mat. Core blijft actief, die support, die upper body. Upper body strong. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Beide voeten weer terug naar achter. Knieën in de mat. Loop je handen weer iets meer onder je schouders. En schud je handen weer even los. Iets meer naar rechts, iets meer naar links. En dan gaan we naar het laatste stukje van die upper body strong. Naar een lage plank. Dus breng je onderarmen richting de mat. Vingers wijzen naar voor. Je schouder blijft straks mooi in lijn met je elleboog. Stap je voeten weer terug naar achter. Heupen weer iets hoger als je last hebt van je rug. Anders weer iets meer die dalende lijn naar je hiel. Duw je hielen naar achter alsof je ze tegen de muur wil zetten. Rol door naar je rechteronderarm. Beide voeten boven op elkaar. Wijzen je tenen naar links. Linkerhand op als je hem zwaarder wil maken. En dan mag die linkervoet natuurlijk altijd ervoor of erachter. Als dat beter voelt, rechtervingers wijzen naar de voorzijde van de mat. Hou die rechter schouder weg bij je oor. En breng nu die linkerarm onder je rechter oksel door. En kijk een beetje mee naar achter. En lift hem weer terug omhoog en kijk je linkerhand na. Linkerhand onder die rechter oksel door. Kijk hem na. En lift die linkerhand weer terug omhoog. Laatste keer. Linkerhand onder die rechter oksel door. En lift hem weer terug omhoog. Kom naar het midden. Linker onderarm richting de mat. Heupen weer mooi in een dalende lijn naar je hiel. Rechterarm mag mooi ontspannen. Dus rol door naar die linkerkant. Je tenen wijzen dus nu boven op elkaar. Naar de rechterrand van je mat. En je rechterarm gaat omhoog. Koor blijft actief. Die rechtervoet mag altijd voor links. Hou die linker schouder weer weg bij je oor. Rechterhand gaat onder die oksel door. Kijk hem na. En lift die rechterhand weer terug omhoog. Breng die rechterhand onder die linker oksel door. Kijk hem na. En neem die rechterhand weer terug omhoog. Misschien kijk je mee op. Rustig die rechterhand laatste keer onder die linker oksel door. En weer langzaam terug omhoog. Maar lang, lang, lang. Blijf verlengen. Rechterarm onderaan. Terug in de mat. Duw naar voren. Duw naar achter. Dus verleng je kruin naar de voorzijde van de mat. En duw je hielen naar die achterzijde. Hou je heupen zwevend. Hou je schouders weg bij je oor. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Rechte knie in de mat. Linker knie in de mat. Schenen wreven de mat. Langzaam bovenbenen, buik, borst. Ellebogen zijwaarts. Handen even boven op elkaar. Rechtsonder, linksboven. Of andersom, voorhoofd even op je handen. Laat je hielen naar buiten vallen. Ontspan even wieg heen en weer met je heup. Adem je buik naar de mat. Ontspan aan je schouders. Hou ze nog steeds zacht. Lift je hoofd weg bij je handen. Schuif je handen terug tot naast je borst. Neus naar beneden, rol omhoog, ronde rug. Gebruik nog steeds je core.
Loop je handen naar je knieën. Breng je tenen in de mat. Lift knie, lift heup. En stap weer rustig terug in die forward fold waarin je ook was begonnen. Ontspannen naar je schouders en je armen. Laat je hoofd lekker hangen. Lig een beetje heen en weer. Inademen met één keer naar een flat back. Uitademen met dat los. Inademen met omhoog. Neem je armen langs je oren hoog. Geen spanning in je knie. Alle ruimte bij omhoog. Eindig terug in een moment van rust. Handen een keer naar je borst. Breng je armen langs je. Schud even los in je armen en je benen. En dat was je challenge voor vandaag. Ik zie je morgen weer en dan zijn we op de helft. Dag 5 in What Moves You. Bye bye.